Want we gaan het hebben over muziek. Want tegenover ons zijn aangeschoven Martijn en Peter. Welkom. Dank u. Dank u. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja. Ja, want jullie vertegenwoordigen Jubal. Klopt. Ja, wij zijn vandaag uitgenodigd door jullie. Waar al voor heel veel dank. En wij komen vandaag een beetje vertellen over Jubal. Jubal Zwolle is een muziekvereniging, een marching band. Wij geven heel veel marching band. Dat is eigenlijk een band die zowel stilstaan speelt als op straat loopt. En de reactie van het publiek, dat is echt hier voor mij een motivator om te lopen door de straat te spelen. Ziet het publiek, dan kijk ik van dat is leuk, dat is mooi. En denk je, yes, we zijn goed bezig. En dat is altijd heel fijn. Ja, want wanneer heb ik jullie in de stad gezien? Vorige week? Die week daarvoor? Oh, de week daarvoor. De week daarvoor, denk ik. Vorige week hebben we ook een optreden gehad, inderdaad. Dan hadden we een bloemencorso gelopen. Dat was in het donker. En toen hebben we nog een paar lichten aangeschaft voor onze snarespelers. Dus ja, die hadden nog een paar versieringen op de snare staan. En wij spelen heel veel moderne nummers, zoals Hey Brother van Avicii en Get Lucky. En allemaal echt nummers die je echt mee kan zingen, zeg maar. Dus altijd als wij bij de bloemencorso hadden we ook echt veel momenten dat het publiek dan naast ons mee staat te klappen. En dat is toch, zeker als muzikanten, maar ook voor het publiek is dat toch wel een van de mooiere momenten van het optreden, zeg maar. Ja, dat is wel een kippenvel moment. Peter, jij zegt, ik speel bas, maar wat als snaarinstrument? Nee, geen snaarinstrument. We hebben bij Jubal Zwolle hebben geen snaarinstrument, want die lenen zich niet zo goed om over. Ja, in de marching band, we hebben percussie, koperblazers en houtblazers. En dan houtblazers moet je denken aan dwarsfluiten, saxofoons. En koperblazers moet je denken aan trompetten en trombones en baritons. En wat ik speel, de sousafoon, dat is dan de bas. Ja. En hij is lichter dan je denkt. Ja, want dat ziet er altijd heel zwaar uit. Oh ja, maar dat valt reuze mee. Nou, hoe zwaar is zo'n ding? Nou, omdat de kelk van kunststof is, is hij maar 11,5 kilo. Dat is lichter dan mijn fiets, joh. Daarom. Nee. Maar met hoeveel zijn jullie daar in de band? We hebben de seniorenband eigenlijk. En dat zijn mensen, we hebben de jeugd en senioren hebben op een gegeven moment samengevoegd. Dus we wilden eigenlijk dat contact tussen de jeugd en de senioren iets meer stimuleren. En dat is een leeftijdsklasse van, wat zal de jongste zijn? De jongste is nu 11. 11, zoiets of zo. 11. En de oudste gaan tot... Dan heb je mijn pa, die is 62. Dus, dat is een hele ruime leeftijdsklasse, zeg maar. Maar de meeste zijn toch wel tussen de 15 en de 25. 15 tot en met 30. Ja, dat was de Culture Club. En ja, Marijn, maken jullie ook dit soort muziek? Nou, wij maken wel hele bijzondere muziek, inderdaad. We maken echt moderne muziek. Dus echt, ons repertoire bestaat ook echt, zeker bij de jeugdleden, uit nieuwe nummers. Maar wel hele grote hits, zeg maar. En die nog steeds wel goed in het gehoor liggen. Ja, die nog steeds wel goed in het gehoor liggen. Dus eigenlijk nummers die iedereen gehoord heeft, zeker van de moderne tijd. Ja. En dat zijn wel echt nummers waar je publiek mee meetrekt. Dus als muzikant vind ik dat wel een van de leukste nummers om te spelen. Maar ik denk ook, jullie zijn... met een gemiddelde leeftijd van. Hoe oud zijn jullie gemiddeld, denk je? Bij ons oud seniorenorkest is rond 25, denk ik. Ja, maar dan kan je toch al zelf goed aanvoelen van... ligt leuk in het gehoor. Oh jawel, maar het gaat altijd een overleg. Hè? Want we willen ook spelen wat we zelf leuk vinden. Naast wat het publiek leuk vindt, maar ook zelf leuk vindt. Maar maken jullie dan ook een nieuw arrangement ervan? Dat ligt er maar net aan. We hebben bijvoorbeeld die van Avicii. Die heeft onze dirigent heeft inderdaad voor de jeugd geschreven. En daar inderdaad ook een beetje, omdat de jeugd dan met de oudere leden ging meespelen, heeft hij een paar nieuwe partijen geschreven, zodat inderdaad wat uitdagende werd. Maar we hebben ook gewoon nummers die inderdaad van... Die zij kopen dan als het ware in, zo noemen ze dat inderdaad. Die studeren dan in. Het is dan helemaal, zo noemen we dan, pre-made. Maar het is wel nog steeds heel vet. Ja, je hebt het heel even over die dirigent. Hè? Daar was ik 14 dagen geleden dus heel erg door getriggerd. Hebben we het over dezelfde dirigent? Ik heb het niet over dirigent die inderdaad bij is bij het oefenen. Dat is inderdaad de hoofdinstructeur. Dat is Erik Westering, ja. Superleuke man. Super muzikaal. Die zit echt op te drillen van kom op. We willen gewoon leuke muziek maken. Die is echt super bij. En waar wij het over hadden, dat is Ricardo. En Ricardo is onze drummer. En die is inderdaad, die staat op straat vooraan. En die is inderdaad waar de muzikale leiding op straat. Ja, super. Oh ja, dat is een tof keer. Tof, dat is echt een hele goede dimension. Die leidt het... Ik was niet alleen onder. Kan ik me voorstellen, Je zag het publiek wat er omheen stond. Dat stond allemaal naar hem te kijken. Zo, wat flikt hij daar? Ja. Hey Lisa, jij zit ook bij een...
Nou, ik mag niet zeggen fanfare. Dan moeten we daar het verschil nog even weer zeggen. Oh, dankjewel. Nee, ik zit ook bij een zittend orkest, dus dit is allemaal nieuw voor mij. Want wat speel jij in het orkest? Ik speel altsaxofoon. Altsaxofoon. Dat is ook mooi. Ja. Saxofoon kan ook. Wij ook. Dus, ja, zeker. Dus, en jullie waren onder de indruk, hè? Want jij doet binnenkort wat voor een examen? B-examen. Dat is het hoogste amateur-examen. Ja. Dus bij Jubal Zwolle kan iedereen zich aanmelden. Ook als je geen muzikale kennis hebt. Maar ook als je heel veel muzikale kennis hebt. En het unieke van ons is ook wel dat wij... En dan vragen wij aan Erik van... deze is zo goed. Deze heeft bijvoorbeeld... als jij dan examen D gaat doen. Deze heeft hele hoge muzikale kennis. Wil je daar ook de partijen daarop aanpassen? Zodat ze genoeg uitdagingen hebben. En als ze zeggen, deze moet nog A-examen doen. Dat is een iets lager muziekexamen. Dus die heeft een iets lager muzikaal niveau. Dan vragen we ook aan Erik van, zou je de partijen iets simpeler kunnen maken? En zo heeft iedereen binnen Jubal eigenlijk een beetje zijn eigen partij. En daarmee ook zijn eigen uitdagingen. En ook zijn eigen niveau waarop hij speelt. Is dat dan ook de oorzaak dat jullie een uniek geluid hebben? Ja, zeker. Dat is ook zeker de oorzaak dat wij zulke jonge mensen in het orkest hebben zitten, zeg maar. Net over instrumenten, die krijg je dus van in bruikleen van de... Ja, Maar toen vroeg ik ook, kan je dan ook makkelijk switchen van instrument? Zeker. Ja, want net over het financiële plaatje inderdaad. En toen zei ik van, muziekinstrumenten zijn over het algemeen vrij duur. Maar bij Jubal hebben we flink wat aantal van die muziekinstrumenten liggen. En als je tegen een betaling van een beetje borg... kan je dan zo'n instrument in bruikleen krijgen. En zeker ook als je dan zegt van... ik zou een keer in plaats van trompet wil ik een keer saxofoon spelen. Of het lijkt me leuk om die switch te maken. Is dat zeker binnen het orkest ook nog mogelijk? Kan je dat zomaar? Eigenlijk Lisa aankijken. Nee, dat kan je zeker niet zo. Nee. Dat vraagt een beetje oefening. Maar als je daar heel veel zin in hebt en je zou daarvoor willen oefenen... dan is die switch zeker te maken, toch? Zeker, ja. Hey, ik heb nog een vraagje, voordat de tijd voorbij is. Wat is nou het verschil tussen een fanfare en jubal? Nou, dat had ik dus inderdaad in de tussenpauze even teruggespeeld van. Ja, het is stijl. Wij noemen ons een marching band. En het gaat echt om welke bezetting je op straat loopt. En wat ons dus eigenlijk officieel, onderscheidt van fanfare, is dat wij dus ook met saxofoons op straat lopen. En daarnaast is het, de stijl die je dan uitstraalt. En wij hebben dus de straat van de marching band. En er staat van welke exercities, we noemen dus de loopmanier die je hebt. En dat de instrumentaria waarmee je op straat loopt, dat maakt de stijl. En daarin verschillen wij ons dus van de fanfare. Het is nou bij duidelijk. Jou ook? Ja. Of is jij het? Ik hoop het. Nee, ik heb ze wel eens een keer gezien. En dan is het veel meer ritme meestal dan in een fanfare. En modernere liedjes, denk ik. Jazeker, ja. Ja, en je had het over dat jullie weer een show gaan doen? Ja, dat duurt nog iets langer, want die show zijn we nog bezig met instuderen. Maar als muzikanten zeggen van met die show wil ik ook wel meelopen, dan is dit het juiste moment om in te stappen, zeg maar. Want dan leren ze ook nog die show meelopen. Ja. Maar daar zijn wij heel druk mee bezig om te instuderen. Wat moet ik me bij zo'n show voorstellen? Nou, een show is eigenlijk, in Amerika is dat heel groot, dat is de DCI uit mijn hoofd. En dan lopen ze eigenlijk allemaal figuren op het veld terwijl ze muziek aan het spelen zijn. Terwijl ze echt muziek aan het maken zijn, lopen ze dan allemaal figuren. Met Breda als zo'n tattoo is? Ja, het WMC is eigenlijk het wereldmuziekconcours. Die eigenlijk, Kerkrade, ja. Kerkrade, inderdaad. Daar zijn eigenlijk allemaal verschillende tattoos en dan loop je allemaal figuren terwijl je allemaal nummers aan het spelen bent. En je vertelt een verhaal door middel van muziek, door middel van figuren. En die probeer je dan zo tot het publiek te brengen. Ja. Dus als mensen zeggen van ik wil ook wel het beeld zien van Jubal Zwolle, dan kunt u altijd op Jubal Zwolle intikken op YouTube of WMC Jubal Zwolle. 2017. En dan krijg je een mooi fragment van ons te zien. Zeg maar. Zeker. Ja, en wanneer is dat de show? En waar? Waar is die dan? Nou, de show zijn we nog aan het instuderen. Dus dat duurt nog even voordat we die echt gaan... presenteren. Maar de eerste optreden zal waarschijnlijk rond 16 mei zullen de eerste tattoos van Jubal Zwolle plaatsvinden. En dat is hier in Zwolle? Nee, dat is meestal op een tattooveld. Misschien dat weet ik niet zeker, maar er wordt inderdaad van de service zijn in Zwolle, in een tattooveld, hier zo bij ons eigen gebouw zullen dat presenteren. Dat durf ik niet veel te zeggen, want daar zijn nog plannen voor in de maak, hoe we dat
dat gaan presenteren. Maar dan moet je zeker inderdaad wel een leuke optreden verwachten dat we nog naar buiten zullen brengen van hoe en wanneer. Marijn en Peter, dank dat jullie er waren. Dankjewel dat we mochten zijn. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, meer informatie, info@jubelzwolle.nl. Ja, als mensen nou zeggen van nou, het lijkt me ontzettend leuk om een keer te komen kijken. En maakt ons niet uit of je nou trompet of saxofoon wil spelen. Of je nou weinig of veel muzikale ervaring hebt. Of je nou jong of oud bent, je bent altijd welkom. Als je een mailtje stuurt naar info@jubelzwolle.nl. Met de vraag die je nu hebt, dan wordt die altijd beantwoord. En als je nou op internet nog wat extra informatie wil zoeken, dan kan het altijd op www.jubelzwolle.nl. Oké, nou, heel veel succes met het instuderen van de show. Ja. En geef tegen die tijd een seintje, dan zullen we er wat aandacht aan besteden. Top, dank u. Super. Ja, en wij gaan op naar...